Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. In naam van Oranje, doe open die poort. Hij hoeft niet om. 5, 4, 3, 2, 1, ja! Oh, 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 oh. Niks aan de hand. Het is levensgevaarlijk om hier nog een auto te parkeren. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan niet. Ik heb zelf het idee dat hij nu als het ware een beetje tot explosie is gekomen. Verder kan ik u meedelen dat ik geen idee heb hoe dit juridisch zit. Ik ben onderweg naar het mooie bosrijke Gasselte. Een piepklein dorpje in de provincie Drenthe. En wat kan daar nou in vredesnaam aan de hand zijn, vraag je je af. Nou, heel wat. Want Gasselte is vandaag het strijdtoneel van een koude oorlog tussen de bewoners van een seniorencomplex en hun achterbuurman. En het draait allemaal om een paar leibomen en een muur. Het is wachten totdat de muur valt, Bert. In Berlijn was dat ook zo. Daar is de muur ook gevallen. En dan moeten we hier niet hebben, zulke toestanden. Ook de achterbuurman zou het niets verbazen als de muur inderdaad binnenkort valt. Maar dat dat dan zou komen door zijn leibomen, vindt hij grote onzin. De muur is slecht gebouwd en het ligt niet aan de leibomen. Inmiddels kunnen we wel zeggen dat het hele conflict een muur vastzit. En dat het dus de hoogste tijd is voor meester Visser om de onderste steen boven te halen. Moet je kijken nou, hoe dat daar staat. Ja, daarom. Ik bedoel, en waarom, waarom? Ik bedoel, als er een beetje meer toeschikkelijker waren, hadden we dat zo niet gehad. Nee. Kijk, ik woon in een aardbevingsgebied. En ik heb er heel veel meegemaakt. Maar hier is geen aardbeving. Maar hier zie je dus de scheur over de voeg. Dwars door de steen, hier door de steen, hier door de steen. En zo gaat het helemaal die kant op. Ja, en als je het dan zo doet, niet doen, dan moet je kijken hoe die muur in de weer gaat. Straks valt hij. Dit is toch vreselijk? Ja. De bomen staan verkeerd. De bomen staan dus tegen de muur aan. Dus dan kun je je voorstellen dat die muur dus opzij gedrukt wordt. Ik heb gegoogeld op halfsteens muur. En dan vind ik een brochure, vrijstaande muren, waarin precies staat aangegeven hoe een tuinmuur gebouwd moet worden. En toen kwam ik achter dat deze muur gewoon niet goed geconserveerd is. De muur is dus gewoon te zwak. Nou, zien, ja? Die bordjes zijn er niet voor gekomen voor waar we nu mee bezig zijn. Maar het is maar goed dat ze er hangen. Ja, precies. Maar het is levensgevaarlijk om hier nog een auto te parkeren. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan niet. Nee. Nee. Dat kan niet. Onze leibomen geven heel veel privacy. Voorkomen inkijk in de tuin en dus ook in het huis. En dat stellen we erg op prijs en daarom willen wij de bomen niet kwijt. Zien, het is gewoon wachten tot die muur valt. Ja. En zo lang willen we, zover willen we het niet laten komen. Nee, nee. Nou, daar zijn we dan. De wereldgeschiedenis kent heel wat beroemde muren. Denk aan China, denk aan Berlijn, de Klaagmuur. En wij gaan vandaag een muur aan dat illustere rijtje toevoegen, namelijk de muur van Gasselte. Ja, hij ligt hierachter. Of het ook een dagtripje waard is, dat hoort u van mij aan het einde van vandaag. Eerst maar eens praten met de IJzers, daar beginnen we mee. Die wonen hier, Sien en Bert. Ik moet zijn bij Sien Kors. Als het goed is, zit Bert daar ook. Hallo, met Sien. Goedemorgen, Sien. Victor van meester Frank Visser doet uitspraak. Ja. Ik kom praten over een muur. Ja? Mag ik even binnenkomen? Naar oh, jullie komen naar beneden. Ja, kunnen we gelijk naar de muur toe? Doe je wel even de deur open? Ik doe de deur voor jou open. Dank je wel. Graag gedaan. Ik hoor wel gestommel. Natuurlijk. Daar is Sien. Oh, hartstikke fit. Goedemorgen, Sien. Goedemorgen. Victor. Sien.
Goedemorgen. Dan moet dat Bert zijn. Helemaal goed. Ja. Het dreamteam van de VVE. Oh, is dat echt zo? Ja, zeker. Zullen we even naar de hoofdrolspeler van vandaag? Ja. De muur. De muur. Welke kant moeten we dan op? Nou, iets andere volgorde hoor. De bomen en dan komen de muren. Oh, de bomen en de muur. Ja. Maar die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Echt wel? Ja. Ja. Ja hoor. Ze zijn bijna in elkaar gegroeid. Ja, letterlijk en figuurlijk. Ja. Dat is nou net het probleem volgens mij. Ja. Oh, daar staat hij hoor. De muur. Ja. De muur van Gasselte. Ja, zeker weten. Het is een ander als van Berlijn, hè? Ja. Maar hij doet bijna hetzelfde. Hij stort in. Sien durft niet verder. Maar dan moet je kijken, hoor. Dan moet je Wacht even. Je durft niet verder bij de muur in de buurt? Nee. Waarom? Nou, ik durf niet verder. Want het maakt hier nogal eens vaak een keer de plein even schoon van bladeren vrijmaken. Maar ik durf daar helemaal niet meer bij die muur. Want je bent bang dat je bedolven wordt onder de muur van Gasselte. Ja, precies. Nee, ik ga er niet dichterbij, hoor. Want ik vertrouw de zaak niet. En, nou, kom hier, deze kant op dan. Ja, dat is goed. Dan kan ik het wel opscheppen. Dat is goed. Ja. Zo. Is dat ook weer netjes? Oh, hier ligt nog een beetje. Ja. Moet je kijken, hoor. Oh. Voel je? Ja. Voel je? Ja, ik voel... Maar het is... Hoe noemen ze dat nou toch? Hij is zwanger. Het is een zwangere muur. Echt wel. Hij staat zo krom als een hoepel. Oh, en scheuren. Maar, niet alleen de voegen, maar dwars door de stenen. Nou, mag ik ook even? Ja, doe maar. Als je niet te hard rukt, hè. Maar dit is ongelooflijk. Ja. Het verband is eruit. Als je nog even wacht, valt hij vanzelf om. Ja. Want de scheuren zitten er goed in. Ja. Ja. We gaan er vandaag naar kijken. Zullen we eerst een lekker kopje koffie doen? Ja, dat doen we. In het appartementje? Dat doen we. Gaan we wel een gezellig plekje zo, volgens mij, toch? Ja, zeker. En in Gasselte is altijd wat te doen ook, hè? Zeker weten. Ja. Laten we maar gewoon weer eens bij het begin beginnen. De buurman kwam hier wonen in 2008. Ja. Daar stonden die bomen in de tuin toen hij het huis kocht. Ja. Wanneer zijn jullie voor het eerst bij hem gaan klagen over de bomen? Ja, gelijk. Dit gebouw stond er als eerste. En toen zijn de kavels hierachter verdeeld en zijn daar de huizen gebouwd. Okay. En toen is onze eerste voorzitter van de VVE al bij de eerste bewoner geweest. En die heeft gezegd, ja, dit kan niet. Want jullie poten die bomen veel te dicht bij de muur. Dat geeft problemen. Want dat is het probleem, hè? Jullie vinden dat de bomen te dicht op de muur staan. Ja. Sien, ik wil nou ook exact weten hoeveel dat die bomen eraf staan. Ja, ik zal de centimeter erbij pakken. Het is 17 centimeter, exact. 17. En dat is veel te dicht. De 2 meter is de wettelijke afstand, dus die bomen moeten echt weg. Pas toch op bij die muur, jongen. Hou je niet zo stijf vast aan die stenen. Straks lig je met hele spul ondersteboven. Hebben jullie zelf al wel eens door iemand naar de muur laten kijken? Ja. Jazeker. Wij hebben onze huisaannemer, zeg ik altijd, hebben wij gevraagd, kun je langskomen? Kun je een expertise-rapport opmaken? En dat heeft hij gelijk gedaan. En wat kwam daaruit? Nou, dat het dus zo niet te herstellen is, dat eerst de bomen verwijderd moeten worden. Ja. En dat hij dus zei van, en als het totaal zo weer hersteld moet worden, kost het ongeveer 7000 euro exclusief btw. En jullie zeggen, de buurman is daarvoor aansprakelijk? Ja. En dat heb ik ook gezegd. Ik stel u aansprakelijk met een aangetekend schrijven. En hoe reageerde hij op die 7000 euro? Met een uitgebreide brief van 10 kantjes, waarin dus duidelijk... Je kan ook overdrijven, hè? Ja. Nou ja, ik bedoel, als hij geen naam had, zou ik hem nu Mr. Google noemen. Want hij heeft volgens mij alles van internet afgehaald. Maar hij heeft volgens mij net zoveel verstand van bouwkundige en boomtechnische zaken als ik. Ja. Meester Visser komt straks de hele zaak onderzoeken. Ja. Wat is exact jullie eis? De eis is dat conform de wet de bomen worden gerooid, verplant. Dat dus niet binnen 2 meter zulke bomen mogen staan. En dat de schade die is ontstaan door de bomen en mogelijk gaat ontstaan door het rooien van de bomen, wordt vergoed. Duidelijk. Ik kom jullie zo meteen weer halen als meester Visser onderweg is. Oké. Okay. Ja. Dankjewel voor de koffie en voor het verhaal. Graag gedaan. Graag gedaan. Tot zo. Ik ga nu het verhaal van de buurman aanhoren. Die woont hier op nummer 17. Ben heel benieuwd.
Bij Dessien hebben ze langzamerhand wel een klein beetje het gevoel alsof ze tegen een muur aan het praten zijn. Ze noemen de buurman inmiddels Mr. Google, omdat hij altijd heel grondig zijn huiswerk zou doen. Ik ben zeer benieuwd naar zijn kijk op de muur. Even kijken. Goedemorgen, buurman. Goedemorgen. Victor, Martin de Ruig. Aangenaam. Aangenaam. U weet waarvoor ik kom, hè? Ja, ik weet het. Ik kom kletsen over de leibomen. Ja, zullen we en over de muur daar gaan kijken? Gelijk naar achteren? Ja. Heel fijn. Trek ik even mijn jas aan. Dag, mevrouw. Hallo. Hallo. Ik ben Victor. Ik ben Irena. Irena. Hallo. Ja. Hallo, aangenaam. Oh, u heeft een lekkere tuin. Wauw. Ja, we hebben een mooie ruime tuin. Dat is een van de redenen ook dat we hier zijn gaan wonen. Want bent u oorspronkelijk Drentenaar? Nee, we wonen hier een jaar of 8. En dat is helemaal geweldig. Ja. Alleen, ik ben er niet voor niks. Nee. We hebben gedoe met de bewoners van het seniorencomplex. Ja. Hierachter over deze rij leibomen. Precies. Wanneer bent u voor het eerst aangesproken op de bomen? Eigenlijk al voordat we hier woonden ben ik gebeld door, voor zijn werk me kan herinneren, zou dat meneer Twikkler geweest moeten zijn. Maar Bert, ja. Ik kan me dat verder de naam niet herinneren. En die vroeg of hij de leibomen mocht laten snoeien. Ja. Ik ben later nog maar een keer... Maar wat was de klacht? Ze waren te groot. Het snoeien. Okay. En blijkbaar dus gaat het dan over takken die overhangen. Ja. Ik heb dus alleen... hij heeft eigenlijk alleen gevraagd, buurman, snoei die boom eens. Men heeft alleen gesproken over snoeien en nooit over schade aan de muur. Dat is toch ook gek. Hoe vaak zijn jullie in totaal nu al bij de buurman geweest om te klagen? 1 of 2 keer. Okay. Ja. En hoe reageert de buurman als jullie klagen? Nou, het probleem is... dat je constateert dat het niet goed is en vervolgens zegt... ja, nou, het zij zo en we gaan weer verder. Ja, er gebeurt niks. Totdat ons dus nu tot hier zat en we dus echt geweest zijn... en zeggen, nou loopt het de spuigaten uit en nu moet er wat gebeuren. Ja. En ik wil graag dat die bomen weggaan en dat u voldoet aan de wet. De buurman is wel langs geweest. Ja. Ja, op een zaterdagochtend heeft hij verteld. U had daar nog niet helemaal op gerekend, want u liep nog in de kamerjas. Ja. U dacht, lekker genieten van de zaterdagochtend. Ja. Kreeg u een boze buurman aan de deur. Ja. Op zaterdagochtend werd er dus aangebeld door meneer Bert Twikkler. Hij stelde zich voor als de voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex hierachter. De man dacht vast, ik ben een Jehovah's getuige of zo. Ja, die deed de deur alweer dicht. Nou, en toen zei ik, sorry, heb ik u uit bed gebeld? Ik was nog in de ochtendjas, want we waren de nacht ervoor laat thuisgekomen. En hij zei dat de bomen weg moesten omdat deze de muur hadden beschadigd. Dat had ik heel goed voorbereid, samen met Xien. Ja. Wat ik zou zeggen en hoe ik het zou zeggen. Ja. Ja. En toen zei hij van, oh, ik zag een beetje van, wat is dit? Dat was eigenlijk voor het eerst dat ik werd aangesproken op het idee dat die muur zou zijn beschadigd vanwege de bomen. Dat was echt de eerste keer? Dat was echt de eerste keer. Dat u dat verband legde? Ja. En wat typisch is, de scheur begint precies mooi in het midden en loopt dan zo schuin uit. En dat is gewoon een aanwijzing dat het niet de bomen zijn. Waardoor denkt u dan dat die scheuren zijn ontstaan? Nou, wat blijkt is dat een vrijstaande muur, die moet qua... hoogte niet meer dan 10 keer zijn wat die dik is. Deze muur is meer dan 2 meter hoog. En hij is te dun voor deze hoogte. Hij zou of 1 meter hoog mogen zijn... of hij zou 20 centimeter dik moeten zijn. En hij is maar 10 centimeter dik. En hij is dus te zwak voor deze hoogte. U weet inmiddels alles van bomen en van muren. U moet een boek gaan schrijven. Ik weet niet alles van bomen en muren, maar wel genoeg om te kunnen onderbouwen... wat meneer Twikkler niet gedaan heeft. Die heeft gewoon... Een verband gelegd. Ja. Wat, als ik het heel cru moet zeggen, gewoon uit de duim gezogen is. Het is een soort met volkswijsheid die helemaal niet klopt. Ik heb onderbouwd waarom deze muur gewoon niet klopt en waarom dat helemaal niets met de bomen te maken heeft. Nee. We hebben te maken met een onderzoeker. Ik heb het al in de gaten. En daar ook een hele sterke, licht eigenwijze man. Meester Visser duikt er vandaag in. Ik kom u straks weer halen als hij gearriveerd is met de deskundige. Tot die tijd, dankjewel. Oké, prima. Dag, tot ziens. Dag. We kunnen toch wel stellen dat we vandaag te maken hebben met 2 partijen... die zeer overtuigd zijn van hun eigen gelijk en zeer goed hun huiswerk hebben gedaan.
Aan de ene kant hebben we Bert. Ik noem hem maar eventjes kampioen voorzitter zijn. En dus op de hoogte van alle regels, ook omtrent de erfgrens. Dus hij weet ook precies hoe ver een boom uit de erfgrens moet staan. Maar aan de andere kant hebben we buurman Martin. Die inmiddels zoveel uren achter de computer heeft gezeten en eigenlijk een beetje kampioen muren is geworden. Met andere woorden, beide mannen weten van wanten. Maar de echte experts zijn natuurlijk ingehuurd door meester Visser. We hebben te maken met een bouwtechnisch expert en een bomenexpert. Die zijn inmiddels al aan de slag. Hoogste tijd voor mij om de buren erbij te halen. Bert, zien staan er al klaar voor? Ja, zeker. Hoi. Daar komen de buren aan. Hallo. 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 Martin de Ruijg. Ja, Bert. Sien. Martin de Ruijg. Hallo. 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 Bert Wikkler. Daar staan we dan. Allemaal vanwege de klaagmuur van Gasselte. Dat is hij toch een beetje. Ja. Maar waar ze er in Jeruzalem allemaal briefjes instoppen, hebben jullie vooral brieven over de muur geschreven. Ja. De buurman zegt, ik heb eigenlijk onlangs pas doorgekregen dat het om de muur ging en niet om het snoeien van mijn bomen. Het gaat om de bomen aan zich en dan om de muur. Ja. En we hebben dus van het begin af aan gezegd, dit kan niet. Dit moet veranderen en nu moeten ze gewoon weg. Ja. We moeten voldoen aan de wet. Ik heb zelf een beetje het idee dat hij zich wel erg opwindt over die bomen en dat het eigenlijk die opwinding van de afgelopen 16 jaar, zeg maar, dat die nu als het ware een beetje tot explosie is gekomen. Er is gebeld, ja, met de vraag van, mogen wij de bomen snoeien? Ja. Ik heb nooit bedacht dat u een relatie legde tussen het snoeien en dus tussen de takken en de schade aan de muur. Nee. Los van alle communicatiedingetjes die er zijn gebeurd, verschillen jullie heel duidelijk van mening over de oorzaak. Ja. Waardoor is die muur nou beschadigd? Ja, ik vind vanwege die leibomen, ja, en die takken. En jij, ja, denkt dat het gewoon een zwakke muur is? Ja. Dat is overduidelijk dat de muur niet voldoet aan de normen die daarvoor bestaan. U is bouwkundige. Nee, maar ik heb dat even uitgezocht naar aanleiding van uw aangetekend schrijven. En het is... U heeft er wel studie van gemaakt. U, ja, heeft mij een kantje of 10 teruggestuurd. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je daarvan geschrokken bent. Mr. Google. Hij googelde om het leven en als hij geen naam had, zou ik hem zo noemen. Ik weet redelijk de weg met Google en de computer en internet zijn wel heel erg handig hierin. We zitten wel op zo'n punt dat ik merk dat beide partijen er klaar mee zijn. Ja. En dat jullie allebei heel graag willen weten waar je aan toe bent. Ja. Ja. Hè? Ja. Want als dit gezeur nog verder gaat, dan heb je de kans dat je wel ruzie krijgt. En dan ik weet je gewoon ongelukken kan krijgen. Maar die muur is gewoon nu hartstikke zwak omdat ze zijn stabiliteit kwijt is. Meester Visser is inmiddels gearriveerd, gelukkig maar. Nou. Die gaat zich vandaag buigen over het mysterie van de Gasselte-klaagmuur. Ja. Meester Visser, mag ik u voorstellen aan Sien en Bert. Hallo. Van het seniorencomplex. Martin en de buren van het huis daarachter. Ja. En u weet het, het draait vandaag allemaal om de muur. De muur. Ja. De mysterieuze muur van Gasselte. Ja. Precies. Geen burenruzie, maar een murenruzie. Ja. Precies, een murenruzie. Een murenruzie. Nou, dan gaan we daar nu onmiddellijk naar kijken. Heeft u mij nog nodig? Ja, want ik heb straks wellicht nog een destructief onderzoekje waar ik... Een destructief... Ben er tol op. Gaat u gang. Volgt u meester Visser. Hoe gaan we? Oh, we gaan binnendoor. Binnendoor, dat is het kortst. Ja, dat is het kortst. Gaat u gang? Ja, dank u. Goedemiddag. U was van hier? Ja. Ik heb altijd geleerd dat dat soort scheuren geen kwaad kon. Maar we hebben hier te maken met een verticale en diagonale scheur. Oh ja, dat zijn de engers. Ja. Ja. En een redelijke scheefstand. Een scheefstand? Ja, ik zie het, ja. De muur van Pisa. 6,5 centimeter. En waar zit de grond aan de andere kant? Tot hoever... De grond zit ongeveer op deze hoogte, ongeveer 50 centimeter. Oh, dat is niet zoveel. Nee, maar het is wel een factor die meespeelt in het hele maar verhaal. Maar daar wil ik graag even op reageren. Want het is dus een muur die is als eerste gebouwd. Ja. En toen zijn die huizen aan de andere kant gebouwd. Ja. En toen heeft men de tuin op zitten hogen. Maar het is dus geen muur om grond tegen te houden. Dat men aan de andere kant er allerlei dingen mee doet, dat is een groot probleem. Als ik het heel erg strikt moet zeggen, is daar tot nu toe alleen door Bert Wikkler tegen mij gesproken, maar niet met mij gesproken. Meneer Van Leeuwen, alles gezien wat ik moest zien? Ja. Die muur staat hier op instorten? Hij is niet stabiel. Hij is niet stabiel. Dan weet ik voldoende. Dan gaan we nu met z'n allen... Naar onze tuin. Naar u. U bent van harte welkom. Ja.
We gaan weer binnendoor. Ja. Ja. Zullen we gezellig bij elkaar blijven? Ja. U krijgt koude oren. En ik heb nergens last van. Nee, maar... nee hoor. U loopt ook stevig. Daar blijf je wel warm bij. Ja. Zijn we er nog niet? Nee. Nee. Gasselt is groot. Echt, regen echt een metropool. Hier moeten we zijn. Loop even hier langs. Nou, dit is onze achtertuin. Ja, ja. En dat is dus de muur met de bomen. Jeetje. Dat is dat zijn geen halve maatregelen. Ja. Wat is hier gaande met deze bomen? Ja, wat we daar zien is dat de tegels ingegroeid zijn in de boom. Ja. En ook niet een klein beetje, maar vrij fors. Ja. De boom duwt dat intussen tegen de muur aan. Ik zie hem. Dat één boom om de tegel heen gegroeid is en dat die daardoor dus ook tegen de muur aanduwt, dat was mij niet opgevallen. Dus wat dat betreft vond ik dat inderdaad wel schokkend. Ongeveer ter hoogte van die boom en die tegels was die scheur. En daar is de muur gaan bollen. Stam duwt tegen tegel, tegel duwt tegen de muur. Dat is duidelijk. Bedankt. Vragen? Ja. Dan wil ik toch wel even kijken, hoor. Oh, ja, want toen ik hier 5 november was... Met 5 november, ja. Toen stak hier een hele dikke tak uit. En die is nu weg. Dat is hoe kan dit? Onmogelijk. Ik heb er een foto van 5 november. En toen was er een tak. 2 centimeter dik, komt van onder en gaat zo tegen die muur omhoog. En is nu weg. Onmogelijk. Ik heb opzettelijk niets gedaan aan de bomen. Oké. Okay. Nadat u hier was geweest? Nou, dan heb ik een verkeerde foto gemaakt, zeker. Men dacht dat ik daar had lopen knippen. Dat was onzin. Dat kan hij ook niet aantonen. Dat kan niemand aantonen, want ik heb helemaal niks aan die takken lopen snoeien. Dan wil ik eigenlijk nu een test doen. Ik wil kijken in hoeverre deze muur echt bouwvallig is. Dat was een beetje onverwacht. Ja. Ik heb een paaltje gevonden hier ergens verderop in de tuin. Ja. Mogen we even lenen? Dit lijkt wel een stormraam. Er werd een stormraam. Ja, daar hadden we niet op gerekend. Oké, wij staan met z'n drieën. Ja. Dan, voordat we dat doen, dan zeggen we in naam van Oranje, doe open die poort. Ja. En dan tel ik af. Ja. En dan van 5 en dan bij 1 gaan we lopen, oké? Okay? Ja. 5, 4, 3, 2, 1, ja! Nou, dit is... Niet te hard. Hij maar hoeft niet om. 4, 3, 2, 1, ja! Ho, ho, ho. Volgens mij dat was de muur. Had hij zijn beste tijd gehad. Dat zonde, was hè? Kijk, en dit geeft ook zoveel meer binnen-buitengevoel. Voel je het wel? Nee, precies. Het geeft wel lucht. Het was echt een kwestie van een paar keer er tegenaan drukken en daar lag hij. Ja. En dat had ik echt niet verwacht, dat het zo erg was. Nee, ik wist niet dat meester Frank Visser zo rigoureus te werk zou gaan. Ik schrik daar wel een beetje van wat er gebeurde. Verder kan ik u meedelen dat ik geen idee heb hoe dit juridisch zit. Ik ga naar huis. Ik zou zeggen... Uw taak zit erop, de muur is op. Mijn zaak zit erop. Wat wil je verder? Victor, als jij net even opruimt, die rommel hier. En dan ga ik met de partijen naar de hoorzitting en dan gaan we over de zaken spreken. We hebben zojuist tijdens het locatiebezoek gezien dat de muur van Gasselte gevallen is. Oftewel, der Mauer is om, zeiden ze in 1989. Maar wat betekent dat dan juridisch gezien, bijvoorbeeld voor de Leilindes? Wat moet daarmee gaan gebeuren? En wie gaat er opdraaien voor de kosten van de wederopbouw? Ik heb eigenlijk geen idee. We gaan nu luisteren naar de hoorzitting. Die vindt hier plaats, traditiegetrouw, in het café. De muur kan ook niet volgens de bouwnormen, zoals meneer De Ruig zegt, gebouwd zijn. Maar ik denk dat we gelijk krijgen. Ik heb nog steeds goede hoop op een positieve uitslag voor mij. Dus dat... In ieder geval wij niet verantwoordelijk zijn voor de schade aan de muur. Welkom, we zijn hier in Gasselte, Hotel Buxus. En aan de orde is de zaak tussen de Vereniging van Eigenaren het Olde Hof... met de heer Twikkeler en mevrouw Kors tegen de familie De Ruig. Meneer en mevrouw De Ruig, u woont al een tijdje. Wij wonen hier sinds midden 2008. Dus inmiddels heel ruim 8 jaar. En toen u daar kwam wonen... Toen stonden de leibomen er al? De situatie was, nagenoeg zoals die nu nog is, daar hebben wij verder niets aan veranderd. Nee, u kwam daar zo wonen. Ja. Maar was het niet zo dat van het begin af aan er eigenlijk al
problemen rezen over die leibomen? Ja, ik ben nog toen wij hier nog niet woonden, ben ik gebeld met de vraag, mocht hij de bomen snoeien? En op dat moment dus dat ik werd gebeld, had ik eigenlijk niet eens het idee dat ik leibomen had staan in de tuin. Die had u er gratis bij gekregen? Ja, dat stond ja er bij wijze van spreken. Ja. En want u woont er niet, want u heeft het verhuurd. Ja. Maar u bent daar wel heel vaak, nou ja, ik wil niet zeggen dag en nacht, maar... Nou, regelmatig. Regelmatig mee bezig. Inderdaad. En maar die, wat mij opviel, de eerste keer dat u eigenlijk formeel eist dat ze die bomen weghalen, dat is maar kort geleden geweest. Dat is in november jongsleden geweest. Ja. Ja. We hadden achteraf bekeken veel eerder een stap moeten zetten van nou, en nu moeten ze weg, want dit klopt niet. Nee. En dat hebben we niet gedaan. Nee. Nu hebben we het wel gedaan, omdat er schade is. En dat komt, vind ik, door die leibomen. Ja, ja. En u denkt dat die muur verkeerd gebouwd is en dat daardoor dat die daardoor eigenlijk bouwvallig geworden is? Ja. En wat vindt u daarvan? Ik heb er nooit aan getwijfeld dat deze muur niet goed zou zijn. Kom bij dat ik vanmiddag zei dat er dus loten uit de boom kwamen. En meneer De Ruik zei, dat is niet zo. Nou, ik heb de foto dan nog eens op nagezien tussen het bezoek en nu. Ik heb hem bij me, u kunt hem zien. Mm. Maar die heb ik vanmiddag niet meer gezien, die lood. Dat was een behoorlijke, van 2-3 centimeter. En die zat echt heel erg tegen de muur aan. Maar u heeft niet kunnen aanwijzen waar die nu op die boom zou moeten hebben gezeten? Dat heb ik niet gezien, nee. U heeft niets gezaagd? Nee, per se niet. Ik heb helemaal niets aan de bomen veranderd. Nou, als u de foto wil zien, kan ik hem zo laten zien, hoor. Nou, laten we kijken. Ja, die heb ik ook gezien hier, die foto. Maar met alle respect, dit is niet mijn boom. Dit is de boom van de buren. Deze boom, u ziet, hier in de muur ziet u dat bochtje zitten. Ja. Aan de... Oh, van de andere kant? Ja. Aha. En die andere buurman is hier ook? Weet ik niet. Ze hebben geweigerd om aan dit programma mee te doen. Ja, u bent er wel? Ja, ik ben er wel. U bent er wel? Ja. Ja. Wat is uw naam? Jan Poppen. U bent ook aansprakelijk gesteld voor die muur? Klopt. Ja, maar u zag het niet zo zitten om hier te komen, maar... Nou, ik wil eerst een gesprek. En een gesprek is niet mogelijk. Nee, nee. Het eerste contact dat wij te horen kregen... Hè, dat er een probleem is met de bomen... is via een aangetekende brief. Ja, 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 ja. Dat is pertinent niet waar. Ik ben in het voorjaar bij meneer geweest... en toen heb ik aangegeven dat het sowieso niet klopt met die bomen... en dat we ze willen gaan snoeien. En toen zei meneer, mevrouw wil dat niet... want die wil dichte bomen hebben. Ik zei, ja, dat zal zo zijn, maar dat kan zo niet. Ja. Ik wil er alleen maar op zeggen, er is alleen over het snoeien gepraat... toen meneer in het voorjaar bij ons is geweest. En er is absoluut niet gesproken over dat die bomen daar niet horen te staan. Dus zodoende was het voor mij een dikke maand geleden nog hocus pocus waar het over ging. Oké, bedankt. Maar we gaan nu door met de zaak... Want u doet wel, u wilt wel nu weten hoe het zit, hè? Dus u doet wel mee. Ja, ik moet overigens wel even bevestigen dat er is uitsluitend over het snoeien gesproken. Nou ja, in november jongsleden heeft u een brief gekregen waarin stond dat u dat de bomen dus moest weghalen. Dat is de eerste keer in 8 jaar. Ja, ja. Maar die bomen die staan wel heel kort op de erfgrens als ze er niet op... Waarom men die daar zo geplant heeft, zou ik niet durven zeggen. Nee. Maar dat staan ze dus al 18 jaar. Ja, maar dan geen 20. Nog geen 20, nee. Dat dus het is niet verjaard. En zij willen dat hij weggaat. En waarom zou ik dan moeten zeggen dat het niet zo is? Om de privacy te verhogen. Ja. Ja. Juist omdat het natuurlijk een appartementencomplex is... waarop dus de eerste etage ook een woning is. En vanuit die woning is in principe erg veel zicht in onze tuin. Maar goed, je zou die bomen ook 2 meter terug kunnen plaatsen. Dan zitten ze nu in uw tuin. Dat zou kunnen. Maar dat is dus niet gebeurd door de vorige eigenaar. Ik hoor het graag even iemand die er even verstand van heeft. Meneer Lamers, kan dat nog? Ja, op zich zijn de bomen te verplanten. Qua schoonheid gaat de boom er wel behoorlijk op achteruit. En hoe zien ze er verder uit, die bomen? Wat ik zo kan zien, goed, ja. Maar geen ziektes? Nee, niks wat mij zo opviel. Maar... Ja, maar goed, u wilde die bomen weg hebben... Ja. Omdat u aanneemt dat die bomen de muur beschadigen. Ja. Maar tegen die bomen zelf heeft u geen probleem mee? Als ze 2 meter verder neergezet worden, helemaal niet. En ik heb er ook geen problemen mee als ze 2 meter naar voren komen. Want ik vind het zelf ook heel prettig voor een afscheiding... voor jullie privé en voor ons privé. Ja. 2 meter naar voren? Ja, naar hun kant op. Naar hun kant. Oh, ik dacht
dacht even ja, dat u aanbood om het voor uw voormalige muur te plaatsen. Dat is ook nou mogelijk. Ik dacht, wat een genereus aanbod, dacht ik. Ja, ja, dus dat was, nee. Ja, nou, dan... Waardoor is dan die schade ontstaan, hè? Meneer Jos van Leeuwen, wat is er gebeurd? Doordat de boom groeit, wordt de stam dikker. Die duwt alles opzij. Ook de tegels. Die komen klem te zitten tegen de muur. En de boom groeit gewoon door en die duwt gewoon de muur opzij. Zulke krachten? Ja. Maar moet zo'n muur daar niet tegen kunnen? Deze muur kan daar niet tegen, omdat hij daar niet op, voor bedoeld was. Hij is fout gemaakt. Verkeerd. Is hij fout gemaakt? Ja. Want hij is halfsteens uitgevoerd. Ja. En hoe dik moet hij dan wel niet zijn om dat tegen te houden? Dan moet hij minimaal 1 steen dik zijn. Ja. 20 centimeter dik. Een foute bouw dus? Een foute bouw. En het blijken dus allebei de heren gelijk te hebben. Want u zegt de oorzaak is de foute bouw. En u zegt de oorzaak is de boom. Ja. En beide heren hebben dus gelijk. Nou. Nou moet Salomo aan het werk. Oh, daar ben ik heel goed in. Nee, Nou, dan sluit ik de hoorzitting. Ga niet ver hier vandaan, want ik ben zo snel mogelijk bij u terug om u te vertellen wat de uitslag is. Oké. Okay. Ja? Tot straks. Dank u wel. Zien, het is gewoon wachten tot die muur valt. Ja. En zo lang willen we, zo ver willen we het niet laten komen. Nee. Het ligt niet aan de bomen. Het probleem is, de muur is gewoon te zwak. Vertel, hoe is het gegaan, de hoorzitting? Hebben jullie kunnen zeggen wat we kunnen zeggen wat we konden zeggen. Ja. En ik ben nog wel heel erg nerveus. Dat was ik voor die tijd ook al. Je kunt wel denken dat je gelijk hebt, maar je moet toch nog maar krijgen. Ja. U heeft eigenlijk allebei een klein beetje gelijk. Ja, en daarom is het ook vreselijk interessant om te horen wat de uitspraak gaat zijn. Ja. Het is een beetje kiele-kiele. Ja. Dames en heren, na een lange dag in het mooie Drenthe, waarop de onderste steen letterlijk en figuurlijk is bovengekomen, want de muur van Gasselte heeft het vandaag niet overleefd, is het eindelijk tijd geworden voor de uitspraak. Ik wil u vragen, voor zover dat mogelijk is, om allemaal te gaan staan. Want hier is meester Frank Visser. Uitspraak in de zaak van de Vereniging van Eigenaren Olderhof tegen de familie De Ruig. De leibomen staan, wettelijk gezien, veel te dicht op de erfgrens. De vordering tot verwijdering is niet verjaard. En de Vereniging van Eigenaren heeft ook een redelijke grond om thans verwijdering te eisen. De wet is volstrekt duidelijk op dit punt en laat mij geen enkele ruimte. En ik zal dus moeten bepalen dat ook gaat gebeuren. De familie De Ruig mag kiezen of ze verplaatst die bomen meer dan 2 meter terug in haar eigen tuin, of ze verwijdert ze helemaal. En dan nu de muur. Het leidt geen redelijke twijfel dat deze ernstig is beschadigd door een van de leibomen. Via een tegel heeft deze een heel grote druk uitgeoefend en opgebouwd tegen die muur, waartegen die, overigens constructief niet erg sterke muur, niet opgewassen bleek. En zo bezien is De Ruig dus aansprakelijk voor deze schade. Echter, volgens het vierde lid van artikel 42 van het vijfde boek van het burgerlijk wetboek, dat bepaalt dat bomen op minimaal 2 meter afstand van de erfgrens moeten staan, is de overtreder, in dit geval de familie De Ruig, pas aansprakelijk voor de schade die is ontstaan nadat hij is aangemaand die bomen te verplaatsen. Welnu, onbetwist is die formele aanmaning pas gekomen nadat de scheuren waren geconstateerd. De schade was toen dus al ontstaan. En dat betekent dat volgens de letter van de wet de Vereniging van Eigenaren deze schade aan haar eigen muur zelf moet betalen. De uitspraak in deze zaak is dus als volgt.
verklaring voor recht dat de Vereniging van Eigenaren zelf aansprakelijk is voor de schade aan haar inmiddels ingestorte muur. En dat de ruig, in deze procedure bedoelde leibomen, binnen 2 maanden na vandaag moet verwijderen of ver genoeg verplaatsen. Zou u dat niet op tijd doen, dan bent u een boete verschuldigd van €25 per dag aan de tegenpartij met een maximum van 10.000. Zover zou ik het niet laten komen als ik u was. Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Ja, familie De Ruig. Toch wel een kleine felicitatie waard, denk ik. Want u hoeft niet mee te betalen aan de nieuwe muur of schutting. En u mag zelf bepalen of u de bomen gaat weghalen of ze gaat verplaatsen. Ja, waarschijnlijk wordt het weghalen. Want ik heb begrepen dat met, van de deskundigen dat het erg moeilijk wordt. Ja, u had eigenlijk allebei een beetje gelijk vandaag. Wat komt er voor terug? Voor de muur. Krijgen we weer een muur van Gasselte, waar de toeristenbussen naartoe kunnen komen straks? Nou, misschien wel. Of de klaagmuur, waar ze briefjes in kunnen stoppen. Ook nog een optie? Van die gaatjes erin, weet ik al ook. Er zijn heel veel opties. Ja, maar we gaan eruit komen. Ik vind ook dat we van tevoren moeten overleggen om ook met een voorstel wederzijds te komen. Want hun moeten er tegenaan kijken en wij ook. Dat is heel sportief. En als zij klagen, dan moeten wij ook kunnen klagen bij een muur. Ja. Nou, dus we moeten samen weten wat we gaan doen. Ik ben blij dat de humor gelukkig niet verloren is gegaan. Nee, zeker niet. Ik zou zeggen, geef elkaar een hand. Gaan we doen. Volgens mij zit dat er dik in. Mag ik een zoen? Meester Frank Visser, vooral uw sloopwerkzaamheden. Ik had het eerlijk gezegd niet achter u gezocht. Nee, maar soms moet je een eitje breken om een omelet te bakken. Ja, geen woorden gelogen. En we hebben in ieder geval wel weer gezorgd voor een opening in deze zaak. Zeker weten. Zit u nou thuis te kijken en loopt u ook op tegen een muur van onbegrip? Wacht dan niet te lang. U weet ons te vinden. Toch? En dan lossen we het op. Zo is dat. Zoals jullie kunnen zien, de boom is verplant. De andere 2 bomen die achter de schuur stonden, die hebben het niet overleefd. Daar was ook geen ruimte meer voor. Dus deze boom, hij moet nog een beetje aangroeien. Maar die moet op zich weer genoeg privacy geven om onze tuin een beetje uit zicht te houden van het complex hierachter. Nou, ik ben zo blij dat ik nu toch hier rustig kan lopen. En niet hoef te denken van, daar komen de stenen. Nou, en het duurt niet zo lang meer, dan krijgen we de nieuwe muur. Men gaat een dikkere muur bouwen, een steensmuur, geen halfsteensmuur meer. En dan hopelijk eind volgende week is het allemaal klaar. Nou jongens, en wat zal het mooi worden? Geloof dat maar. Huh? En daar ben ik heel blij van. Joepie.